strenge regels voor Gelderse paasvuren. De vuren die vanavond mogen ontbranden zijn tot in de puntjes gecontroleerd. En als de wind naar het noorden draait, dan is het dan jammer. Dan gaat feest niet hoor. Goedenavond. En verder in deze uitzending. Een enorme brand vannacht in Uggelen legde een verslavingskliniek van het leger des Heils in de as. Er zijn geen gewonden, maar de klap komt behoorlijk aan. Mensen zijn natuurlijk geraakt doordat ze zien dat de ruimte waar ze overdag activiteiten volgen, dat in de brand staat en dat verloren gaat. Ze komen voor je deur, ze dreigen je huis leeg te halen, je bank. Dus je komt klem te zitten. En stapels incassobrieven zijn funest voor mensen met echte armoede. De aanpak moet anders, vinden ze in de armste buurt van Gelderland. Eerste paasdag in Gelderland. Met een blauwe hemel en een perfecte temperatuur, een dag om in de tuin te genieten met familie of vrienden of er om uit te gaan. Op onze kleine rondgang troffen we vooral mensen die op zoek waren naar rust. We gaan een bloesemtochtje lopen en met vrienden op pad. Dus we gaan wel kijken wat het wordt. Een week geleden ben ik naar de Bollentocht geweest, maar daar mochten we niet heen ongeveer meer, want het was zo druk in de Bollenstreek. Dat ik dacht, nou, laten we de bloesem doen, want we gaan ervan uit dat het hier wat rustiger is. Maar ik zag al bij de parkeerplaats dat het aardig druk is. Dus. Maar niet zo druk als in Keukenhof, denk ik. Deze mensen hebben het slim bekeken, want in de Betuwe was het inderdaad rustig. Net als hier in Lathem, waar sommigen het strand op zochten. En bij Pasen hoort natuurlijk ook gezelligheid en lekker eten. En wat is er met dit weer dan beter dan een picknick? Lekker met de familie, met de kinderen. Hè? Gezellig en lekker rustig. Hè? Ja, heerlijke dag. Echt genieten. Grappig is, het is eigenlijk heel dicht bij ons huis. Dus we hadden net zo goed in de achtertuin kunnen gaan zitten. Maar toch de rust, de natuur, ja, de mooie dingen om je heen, de vogels. En iedereen doet gewoon lekker waar hij zin in heeft. Ja, bij Pasen horen ook paasvuren die in Duitsland branden gisteravond al. Misschien heeft u ze geroken. Bij ons in Gelderland gaan de meeste paasvuren niet door. Omdat ze te dicht bij bebouwing en bos liggen en het risico op overslaande brand groot is. En bovendien is het erg droog. Sommige vuren mogen vanavond wel aangestoken worden onder strikte veiligheidsvoorwaarden. En daar werd gisteravond op gecontroleerd, zoals in de gemeente Bronckhorst. Een watervoorziening, een tank of zo. Heb je iets als tank of iets? Of, ja, de komt wat op een morgen hier tank. Ja? We hebben hier een trekker met een pomp. En we hebben slangen, het bos, helemaal om het huis heen liggen. Bijzonder opsporingsambtenaar Rick Harmsen checkt hier de extra blusinstallatie bij een van de drie toegestane paasvuren. De organisatoren die moeten eigenlijk, mocht er iets misgaan, toch het begin zichzelf moeten redden. De brandweer heeft ook een aanrijtijd. Dan staat hier vlakbij, maar toch, als er niks is, dan gaat het ook heel hard. En vooral met deze droogte. Als de wind naar het noorden draait, dan is het dan jammer. Dan, gaat feest niet hoor. Naast voldoende bluswater is ook een vlag verplicht om de windrichting te bepalen. Want die mag niet waaien richting bebouwing of bos. En maximaal windkracht 4. We hebben een straal van 100 meter. Moet sowieso om de bult, moet vrij zijn. De paasvuurorganisatoren vinden sommige veiligheidsvoorschriften te streng. Ze denken dat het uit de hand gelopen vreugdevuur tijdens Oud en Nieuw in Scheveningen de reden is. Ik denk natuurlijk geheel dat het gehele gebeuren in Scheveningen ons geen goed heeft gedaan wat dat betreft. Ik denk dat toch allerlei instanties en gemeentes zich nu langzamerhand een beetje in gaan dekken. Tegen allerlei gevolgen en dat denk dat wij meer de dupe van worden. Desondanks werken ze mee. Algemene conclusie is dat de mensen zeker bewust zijn dat het toch wel heel droog is in hun alles eraan doen om het toch zo veilig mogelijk te laten verlopen en dat het niks kan ontbranden behalve de paasvuren. Ja, strenge controle dus in Bronckhorst, waar straks een paar vuren worden ontstoken. En ook in Zieuwent mag het traditionele vuur vanavond aan. En behalve toeschouwers uit de buurt kunnen ook honderden paaspopbezoekers daarvan genieten. Annemieke Schakelaar is in Zieuwent. Annemieke, ook daar een goed gecontroleerde paasbult, denk ik, hè? Absoluut, is hij heel streng gecontroleerd op hoe ver staat het van de bebouwing. Hoe hoog is hij? 6 meter mag hij maar worden. En je ziet ook dat er ondertussen
tractoren rondrijden met tanks om de boel nat te houden, om de omgeving heel erg nat te houden, zodat er geen vonkenregen op het gas kan komen en er daardoor vuur ontstaat. Want dat is natuurlijk de reden dat heel veel van die vuren niet door mogen gaan. Het is zo ontzettend droog dat ze bang zijn voor natuurbranden. Bij mij staat wethouder Jos Hoendeboom. Ja, meneer Hoendeboom, waarom mag dit paasvuur vanavond, nou, als de wind niet al te hard wordt, wel in de brand en al die anderen niet? Nou, het is op eerst al heel mooi dat u als Omroep Gelderland hier weer naar Zuurn bent gekomen. Maar hier wordt op een hele traditionele manier gebouwd. Met takkenbossen, met boesken. Waardoor het paasvuur een hele vaste structuur heeft. Waardoor er veel minder vliegvuur is. Waardoor er meer veiligheid is. En er komt bij dat toen de eerste berichten kwamen over de droogte, dat de organisatie ook meteen in overleg is geweest met de gemeente. En te zeggen van, hoe gaan we nou alles doen om toch het paasvuur door te laten gaan. Maar welke maatregelen zijn er nodig? Bijvoorbeeld dat er is gestopt met het verder ophogen van de hoop. De bult, ja. Want het is voor al die dorpen in de Achterhoek die een paasvuur normaal gesproken hebben echt een traditie. Ja. En een enorme teleurstelling dat het dit jaar waarschijnlijk, ja, de meeste dorpen niet in de brand mag. Is dat nou echt nodig? Is dat, nou, de veiligheid gaat voor alles. En het is heel jammer voor heel veel andere paasvuren, waar ook heel veel vrijwilligers en heel veel cultuurhistorie aan verbonden is, dat dat niet door kan gaan. Hier hebben ze dan misschien het geluk, want we zullen nog moeten afwachten wat precies het oordeel wordt straks om 8 uur, wat de windsnelheid is. Want dat is heel bepalend in de windrichting. Maar hier is eigenlijk, ja, door die hele traditionele manier van bouwen, hebben we toch waarschijnlijk meer grip op de zaak. En dat zou wel eens doorslaggevend kunnen zijn voor het toch doorgaan van de paasvuur hier. Afwachten is dus hoe hard het waait zometeen. Zoals het nu waait, dan mag het gewoon doorgaan. En dan wordt de paaskaars in de kerk ontstoken en dan in een optocht met de harmonie hier naartoe om 8:30 de paasbult in de brand te steken. En dan worden er nou ruim 3000 bezoekers verwacht. Omdat hiernaast ook het Paaspopfestival is dat in de programmering rekening houdt met het paasvuur. Zodat alle bezoekers hier even naar het vuur kunnen komen kijken. Annemieke Ziewend, dank je wel. Nou, en als dat vuur daar dus aangaat, als u dat wilt zien ontbranden, dat kan. Kijk dan via gld.nl straks mee. We zijn er namelijk met de camera bij. En dan gaan we naar Uggelen. Daar heeft vannacht een grote brand een gebouw van het Leger des Heils in de as gelegd. Het gebouw is totaal verwoest. Voordat de brandweer arriveert, staat het hele huis met rieten dak al in lichter laaien. Omdat het in een bosachtige omgeving ligt, wordt een extra brandweerwagen opgeroepen. En voor de 50 cliënten van de ontwenningskliniek en het verpleegtehuis is het schrikken. Dus iedereen ging natuurlijk meteen kijken en daar komen ook de nodige emoties bij kijken. Gelukkig wordt het gebouw alleen overdag gebruikt en is er niemand aanwezig tijdens de brand. Maar de mensen wonen pal ernaast in de nieuwbouw. Mensen zijn natuurlijk geraakt doordat ze zien dat de ruimte waar ze overdag activiteiten volgen, dat in de brand staat en dat verloren gaat. Eén cliënt is zo geraakt dat hij de hulpdiensten voor de voeten liep. Er is iemand meegenomen door de politie, had niks te maken met de brand aan zich. Die was door emoties overmand en heeft zich niet goed gedragen richting de hulpdiensten. De man is aangehouden voor belediging. Aan het begin van de ochtend was de brand uit en de brandweer doet onderzoek naar de brand. Naberschap, dat bestaat ook in de stad, in de Arnhemse wijk Klarendal bijvoorbeeld. Daar werd vandaag een benefietconcert gehouden om geld bij elkaar te brengen voor het afgebrande café Sailor. Godzijdank, het zal hier gebeuren, zoiets. En dacht, ja, misschien kunnen we ze toch een beetje helpen. Dat straks. Ze was dichtbij de zegen in de Amstel Gold Race. Maar toch kwam Annemiek van Vleuten een paar meter tekort om te winnen. De 36-jarige wielrenster uit Wageningen, die ruim een half jaar geleden een gecompliceerde kniebreuk opliep op het WK, is helemaal terug aan de top. Al moest ze er wel flink voor afzien. Steenkapot zit ze nadat ze net is verslagen door de Poolse Nieuwe Doma. Zo ja, ik had... de laatste keer zo diep ben gegaan, we zijn Klakoers geweest, dus... Zo, dat was echt... Het kwam uit mijn kleine teen, wederom. En die kwam nog zo dichtbij. Ik had er echt in geloofd tot aan de finishlijn. Het is een zware koers geweest en Van Vleuten heeft daar haar bijdrage aan geleverd. Ja, het is gewoon koers geweest tot aan de finishlijn. En ik kan er wel mee leven. Ik heb het nergens laten liggen. We hebben echt brave, zouden de Engelsen zeggen, gekoerst. En initiatief in handen genomen.
En trouwens ook meerdere ploegen die dat deden. Was gewoon ja, een prachtige koers vandaag. In deze vorm is ze ook een van de favorieten voor de komende wedstrijden. De Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik in de Ardennen. Het is ook super mooi in deze 8 dagen. Het is 3 keer focussen. En nou, vandaag denk ik dat we mijn ploeg allemaal met een gerust hart gaan slapen. En wel weer goed uit kunnen kijken naar woensdag. En dan iets heel anders. Echte armoede. Meestal zijn het schulden en een opeenstapeling van incasso's waardoor mensen erin belanden. Dat zeggen bewoners en hulpverleners in de armste buurt van Gelderland. Dat is het Arnhemse Immerlo 2. En de aanpak daarvan moet anders, vinden ze. Femke woont in één van deze flats in Immerlo 2 en weet wat armoede is. Ik haalde mijn eten bij de voedselbank. Wist niet waar ik mijn rekeningen voor moest betalen. En ja, dat... Er was gewoon van alles te weinig. Verkeerde keuzes, een scheiding en enorme hypotheekschuld brachten haar in de problemen. Ja, op een gegeven moment zit je gewoon klem tussen ja, je leven en de schuldeisers. En het is beangstigend. Ze komen voor je deur. Ze dreigen je huis leeg te halen, je bank beslag te leggen op je bank, op je inkomen. Dus je komt klem te zitten. Herkenbaar voor hulpverleners hier. Het is makkelijk om in de schulden te komen en heel moeilijk om er weer uit te komen. Je ziet zodra er ook maar ergens een schuldje komt dat er gelijk een incassobureau opgezet wordt. Dat kosten enorm omhoog lopen. Dat ondervinden hier in Immerlo 2 veel mensen aan hun lijve. Femke moest met haar dochter van €20 in de week rondkomen, ondanks regelingen als een bijstandsuitkering. Het probleem is wel dat er zoveel regels zijn. En als jij niet binnen die regel valt, leef je alsnog in de armoede. Ook andere bewoners hier zeggen, je belandt op een punt dat je de post niet meer open durft te maken. En dan gaat het hart de verkeerde kant op. Dat is een enorme incassomonster wat wakker wordt. En wat deze mensen op de plek houdt waar ze zitten. Zouden die schulden kwijtgescholden moeten worden? Dat zou een geweldig idee zijn, want ik denk de oplossing zoals we nu doen is heel erg duur en met heel weinig resultaat. En ik denk dat je misschien inderdaad anders naar dat soort aanpak moet kijken. En mensen op nul zetten en vooral zorgen dat het niet opnieuw gebeurt. Femke kwam eruit. Door betalingsregelingen, bezuinigingen, creatief zijn en hulp zoeken. Kun je nu rondkomen? Ja, ik kan heel goed rondkomen. Ja, we blijven in Arnhem. Elkaar helpen in tijd van nood in de wijk Klarendal in Arnhem. Weten ze hoe dat moet? In Johnny's Bar is vandaag een benefietconcert voor Café Seler gehouden. Dat begin maart deels door brand werd verwoest. Er is hard gewerkt om alles rond te krijgen voor vandaag. Ik ben niet versteken. Laat mij niet alleen. Lekker. Het is een feestje in Johnny's Bar vanmiddag. Al dansend op de nummers van artiesten die belangeloos meewerken, wordt er geld opgehaald om Café Seler op te knappen. Johnny stelde zijn bar beschikbaar om een concurrent te helpen. Je ziet dat er steeds minder buurtcafés zijn. In Arnhem en overal denk ik wel in Nederland. Dat sterft een beetje uit. En toen die brand was geweest bij Seler, toen dacht ik van godsjemijn, het zal hier gebeuren zoiets. Café Seler werd in de nacht van 2 op 3 maart deels verwoest door brand. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Mogelijk is het vuur aangestoken. Een week na de brand is het café schoongemaakt en de inboedel ingepakt en bij klanten opgeslagen. Seler speelt een belangrijke rol in het leven van de Klarendallers. Ik probeer nog iedere week iedereen te bellen. Vooral van de oudste klanten natuurlijk, om te kijken hoe het gaat. En, kijk, normaal heb je een stukje sociale controle op ze en dat is gewoon nu weg. En wij missen hun en hun missen ons. Maar het gaat nog wel even duren voordat het buurtcafé weer de deuren kan openen. Het kozijn dat moet helemaal vervangen worden, dus binnen en buiten. Gelukkig hebben wij aan de bar en alles hebben wij niks. En de roetschade, ja, dat moeten wij wel uit het café krijgen. En dan nog dit. Geen paas, maar gewone hazen zorgen voor spektakel. Grote groepen hazen razen deze dagen met enorme snelheden door de wei. Tot wel 65 kilometer per uur gaat het. Vaak beginnen de mannetjes, de rammelaars, met het opdrijven van de vruchtbare vrouwtjes. En dat rammelen gaat gepaard met de nodige spierballentaal. Het zijn overigens niet alleen de mannetjes die met elkaar vechten, ook de vrouwtjes doen mee. Zij slaan zich soms letterlijk de mannen van het lijf. Ja, de lentekolder in de kop bij de hazen. Hoe het staat met het lenteweer, dat horen we van Jordi Huurne. We hebben een prachtige eerste paasdag achter de rug met veel zon en aangename temperaturen. En ook vanavond blijft het rustig.
En dat betekent ook dat de paasvuren kunnen worden aangestoken, zoals hier in Meddo. Die hoop gaat in de brand. Ook op andere plekken, bijvoorbeeld in Apeldoorn, Bronckhorst, Doetinchem en Zieuwent. Op die locaties gaan de paasvuren door. In de rest van de provincie is het veel te droog. We hebben vandaag te maken met een hoge drukgebied wat zich uitstrekt vanaf Scandinavië over het westen van Europa. Daarom bij ons veel ruimte voor de zon vandaag. Ook als we inzoomen, geen wolkje aan de lucht. Ook vanavond is het dus helder, rustig weer. Dat betekent goed nieuws voor de paasvuren, want er mag natuurlijk niet te veel wind staan. En er staat slechts een windkracht 2. De temperatuur daalt dan naar een graad of 8 vannacht. Morgen een prachtige dag, veel ruimte voor de zon. Temperatuur 25 tot 26 graden. Daarmee is het een van de warmste paasdagen ooit gemeten in Gelderland. Want alleen in 2011 was het ook 26 graden. En in 1949 was het zelfs 27,7 graden in Winterswijk. Op beide paasdagen. Dus dat is de warmste Pasen. Maar nu dus een gedeelde nummer 2 met 2011. Wel veel wind morgen. Een windkracht 5 uit een oostelijke richting. Dus het is wel een winderige dag. Nou, de dagen daarna blijft het nog stevig doorwaaien. Het is wel zonnig en warm. Met op woensdag een enkele stevige regen- of onweersbui met kans op hagel daarbij. En de dagen daarna neemt de wisselvalligheid toe en gaat de temperatuur naar beneden. En krijgen we dan weer normale temperaturen voor deze tijd van het jaar. Tot zover het nieuws. Meer op de app en op onze site, waar vanavond dus het paasvuur in Zieuwent live te volgen is. En u vindt er trouwens ook een overzichtje van alle paasvuren die vanavond branden. Fijne avond nog. Dag!